Ja, hier is Fishy weer en welkom weer bij een hele nieuwe commentary. Jawel, op de achtergrond zien jullie gameplay van mij op de map Skydock. En ik haal je 35 om 5 in een potje TDM, oftewel een 7 ratio. In ieder geval een heerlijk potje natuurlijk. En het is al heel erg moeilijk. Ik wou zeggen makkelijk, maar het is moeilijk om gameplay te halen, vind ik zelf, op de map Skydock. Omdat de map best wel groot is. Ik denk dat je een free-for-all potje, ja, dat kan je natuurlijk gewoon winnen en heb je gameplay, bij wijze van spreken. Maar als je gewoon een potje gaat spelen op Skydock, moet je wel toevallig goed gaan om dan echt gameplay te hebben. En op andere maps gaat het gewoon wat makkelijker. Deze is gewoon behoorlijk groot, moet ik eerlijk zeggen. Wel heel erg leuk. En ja, dat heb ik al vaker gezegd. Ik vind eigenlijk elke map in Infinite Warfare wel leuk. Ze zijn allemaal gewoon leuk speelbaar. En dat is wel een heel erg fijn iets eigenlijk. Ik speel in ieder geval hier met de MACTA 45. En ja, voor de mensen die misschien net spelen, die zeggen van Chris, what the fuck is de MACTA 45? Want die ken ik helemaal niet. Dat klopt. Als jij gaat prestigen, en je, in ieder geval de oneven prestiges, kan jij een wapen meenemen uit een oudere Call of Duty. Precies 1, 3, 5, 7 en 9 dus. Voor de duidelijkheid, als je precies 2, 4, 6, 8 en 10 wordt, dan kan je een Creator Class, krijg je er automatisch bij. Maar in ieder geval, als je gaat prestigen, kan je dus wapens meenemen uit oudere Call of Duty's. En ik heb dus gekozen voor de MACTA 45. Voor de meest oplettende onder ons natuurlijk, ja, het is de UMP uit MW2. Je kan nog zeggen van, nou ja, Chris, hey, in MW3 zit ook een UMP. Dat klopt inderdaad, maar de UMP uit MW3 vind ik totaal anders dan die van MW2. En ik kan wel zeggen waarom, maar ja, ik vind gewoon de MW3 versie vind ik bijvoorbeeld wat logger. Hij speelt gewoon heerlijk, deze. En hij speelt gewoon, voor mijn gevoel, net zoals de UMP uit MW2. Wat heel erg gewild was toen de tijd. Verder speel ik met de attachments Quickdraw, Silencer en Extended Max. Nou ja, Quickdraw is een ding wat je eigenlijk altijd moet hebben. Ja, behalve als je natuurlijk een wapen prestige. Dat doe ik best wel regelmatig, want ik vind het leuk namelijk om al die wapens te prestige en al de challenges te halen. Ik ben zo'n noob die dat gewoon gaat doen. Maar in ieder geval, als je niet prestige, Quickdraw moet je gebruiken. Hè? Gewoon ready up. Vooral in een Call of Duty. Zoals deze. Hierin ga je gewoon snel dood. Zo simpel is het. Het gaat allemaal heel erg snel. Dus Quickdraw is een must. Nou, daarnaast Extended Max. En zoals de meeste mensen ook zien in de hoek beneden. Er zitten niet veel kogels in. En zelfs niet met Extended Max. Je begint met 48 kogels in je gewone magazijn. Daarnaast heb je dus 96 reservekogels. Het is niet veel en ik speel dus al met Extended Max. Je kan er nog voor kiezen om dan met Man at Arms te spelen. Omdat je dan fully loaded bent. En je hebt dan Stalker, zou ik het zo maar noemen. Hè? Je hebt dan Streven erbij. Maar dit wapen is niet zo heel erg sterk. En ja, ik gebruik al een silencer expres erop, omdat dat ding gewoon dan nog lekkerder is. Hij wordt natuurlijk weer een paar procent zwakker. En nogmaals, het wapen is niet sterk. Dus als je een duel hebt, 1 op 1, of misschien 1 tegen 2, voor jou, dan heb je dus een probleem dat je, als je dat duel gehad hebt, dat je, ja, vaak genoeg veel damage hebt. En daarvoor kies ik, hè, om sneller te kunnen healen. Ik gebruik dus Infusion als op mijn rig. Op mijn rig trouwens, dat is de Merc voor de duidelijkheid. Omdat je gewoon dan gewoon wat sneller healt. En dat vind ik gewoon heel erg prettig. Ik ben, nou, misschien niet de allerbeste, eerlijk. Ik ben niet de allerbeste Call of Duty speler. Maar ik ken het spelletje wel, zeg maar. Ik weet wel hoe je het moet gaan spelen. Alleen dat mijn aim af en toe off is, hè, dat ligt aan mij gewoon. Daardoor moet je gewoon je eigen, denk ik, verdedigen met allerlei mogelijkheden die in de game zitten. En daarvoor gebruik ik dus Infusion. Als je misschien een betere speler bent, dan kan je gewoon Man at Arms gebruiken, nog meer kogels. En je hebt in ieder geval Stalker. In ieder geval dat als tip wil ik dat meegeven. Nou, verder speel ik natuurlijk met Dexterity, snelle reloaden. Ook een must natuurlijk. Eigenlijk wel bij elk wapen. Nou, niet elk wapen, maar wel veel wapens. Dexterity, een must. En daarnaast gebruik ik Ghost. Ja, Ghost is voor mij een must.
Als jij met een groepje speelt, dan kan je nog misschien kiezen om Ghost niet te gebruiken. Maar als jij gewoon in je eentje bent, Ghost is wel heel erg handig. Vooral, ik speel natuurlijk met Silencer. Je kan even flanken, even iemand even een triple viertje maken. Oh, hè? Als je mensen die tunnelvisie hebben, zeg maar, en kijken naar de vijand alleen maar voor zich, in plaats van ook achter zich, dan kun je die even lekker killen. Dus ja, daarom gebruik ik in ieder geval Ghost. Daarnaast Scavenger natuurlijk, want ik ga natuurlijk altijd wel voor hoge streaks. Hè? Ik speel hier ook met de UAV, de Scorches en de Warden. Ja, Scavenger ook een must natuurlijk, vooral op een wapen zoals dit. Want ja, er zitten gewoon heel erg weinig kogels in die magazijn. En daarnaast Dead Silence. Ja, natuurlijk lekker flanken is een, iets wat ik hiermee helemaal doe met dit wapen. Aangezien dit wapen gewoon wat zwakker is. En probeer ik natuurlijk duels voor mij te vermijden zoveel mogelijk. Ja, zo simpel is het eigenlijk. Mocht je nou eventueel duels hebben, hè, bijvoorbeeld mensen die een headless spot gebruiken van ver, dan moet je eigenlijk gewoon met dit wapen alleen maar bursten. Dus gewoon af en toe even triggeren en dan kan je iemand wel goed killen. Want op een of andere manier is de range van het wapen is wel heel erg goed. Al staat iemand verderop, je killt er alsnog goed mee. Nou, dat eventjes dus over de MacTaf 45. Hopen dat jullie wat hebben aan deze tips weer. Jongens, vergeet niet deze video te liken. Vanavond ga ik in ieder geval weer streamen en er komen nog meer video's aan. Jongens, dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer. Bye bye. En later.